Gaia stapt naar de rechter als het onverdoofd ritueel slachten in het Brussels gewest mogelijk blijft. Dat zegt de dierenrechtenorganisatie op een persconferentie over dierenwelzijn. Maar volgens Brussels staatssecretaris voor dierenwelzijn, de baas, blijft het zeker toegestaan tijdens het offerfeest in september. Katrien van Mechelen. Een studie uitgevoerd in opdracht van Gaia toont aan dat meer dan 8 op de 10 Brusselaars tegen onverdoofd ritueel slachten is. Met deze resultaten wil de dierenrechtenorganisatie druk leggen op de Brusselse regering. In Vlaanderen is onverdoofd slachten verboden. In Brussel kan het wel nog op tijdelijke slachtplaatsen. Volgens staatssecretaris Bianca de Baats onmogelijk om dit af te schaffen voor het offerfeest in september. Als we dat wel zouden doen, dan zouden we eigenlijk in de praktijk de chaos organiseren. En ik wil geen staatssecretaris zijn die chaos organiseert, maar die oplossingen vindt. Want die tijdelijke slachtplaatsen zijn er net gekomen om te vermijden dat mensen bij hun thuis gaan slachten. Ik vind dat een excuus, onaanvaardbare chantage. Hè? Omdat zelfs met die tijdelijke slachtvloeren is in het verleden gebleken dat er toch nog thuisslachtingen illegaal gebeuren. Hè? Bovendien moet men dan de kraan dichtdraaien, moet ervoor zorgen dat er dus geen schapen thuis kunnen geslacht worden. Hoe kan je dat doen? Bijvoorbeeld door het vervoer in privéwagens te verbieden. De baas voert voor dit jaar wel een verplichte opleiding in voor de offeraars. Zo wil ze de slachting zo pijnloos mogelijk laten verlopen. De Europese wetgeving laat onverdoofd slachten om religieuze redenen wel toe, maar alleen als dat gebeurt in een erkend slachthuis en dus niet op tijdelijke slachtplaatsen. De wet wordt nu overtreden. De overheid laat toe dat men de wet overtreedt. Dat zijn toch wel zware inbreuken. Dat kan niet. En als men dus niet van standpunt verandert, dan stappen wij naar de rechtbank om het verbod werkelijk en om de naleving van de wet te doen afdwingen. Dat zal Gaia naar eigen zeggen nog doen voor het offerfeest van dit jaar. Fouad Aïdar, Brussels parlementslid en zelf praktiserend moslim, vraagt voldoende overleg. Maar hij gelooft wel dat de moslimgemeenschap na verloop van tijd zal volgen. Als het wet morgen verbiedt om eigenlijk rituele slachten nog te doen, dan moet gewoon het wet gerespecteerd. Voor iedereen, dat speelt geen rol. Ik hoor allemaal verhalen hier van mensen die gaan dat nog misschien nog bij hun thuis doen. Sorry, als dat verboden is, dat verboden. Maar liefst een oplossing samen met de verschillende gemeenschappen. De baas geeft nog te kennen dat ze werk wil maken van het verplicht verdoven tegen het offerfeest van volgend jaar. Het is wel mijn bedoeling natuurlijk om, wat de volgende jaren betreft, echt tot een structurele, maar ook gedragen oplossing met de gemeenten, met de burgemeesters, met de geloofsgemeenschappen, tot een gedragen oplossing te komen.